De markt blijft een onmisbaar aankoopkanaal voor de consument. Hoge kwaliteit van producten en dienstverlening maken dat de markt er ook in de toekomst staat. Maatschappelijke veranderingen en trends hebben invloed op de ontwikkeling van de markt. Denk hierbij aan filialisering, privaat georganiseerde markten, nieuwe locaties en technieken, vergrijzing en verkleuring. In 2015 zijn er 4 marktvormen te onderscheiden. De grote markt, de kleine markt, de slimme marktplaats en de themamarkt. De grote markt is dé locatie om efficiënt boodschappen te doen en een plaats voor recreatief winkelen waarbij fun centraal staat. Het productaanbod en de voorzieningen op de grote markt zijn hierop ingericht. Centraal in de binnenstad of op een goed bereikbare locatie aan de rand van de stad. De kleine markt vindt plaats in kleinere woonkernen, vooral op dorpspleinen of in een woonwijk van grote steden. Kleine markten zijn aanvullend op de bestaande winkelvoorzieningen en bieden extra sfeer. Ze hebben een ontmoetingsfunctie en worden vooral bezocht voor de dagelijkse boodschappen. Ondernemers op de kleine markt zijn sterk klantgericht en doen vaak meerdere markten per dag aan. De slimme marktplaats bestaat uit 1 of enkele kramen met een dagelijks assortiment en is vooral te vinden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Ze heeft een vaste plek in kleine woonkernen bij stations, scholen, verzorgingstehuizen en kantoorparken. Tijdelijke plaatsen voor een slimme marktplaats zijn evenementen en wijken in aanbouw. Themamarkten zijn ware publiekstrekkers met een breed of diep productassortiment. In binnensteden zijn themamarkten onderdeel van het gemeentelijke evenementenbeleid. Ook worden deze markten vaak gekoppeld aan grote evenementen. Voor alle partijen die meedoen met de ware markt ligt er de uitdaging deze trends op te pakken als een kans. Denk na over een strategische visie ten aanzien van de ambulante handel. Praat mee over de positionering en de economische meerwaarde van een markt. Maak keuzes om ook in 2015 succesvol te zijn. De markt heeft toekomst.